We staan hier vandaag in een wijkcentrum in Haarlem om wijze van proef een inloopmiddag te organiseren voor Haarlemse huisdiereigenaren die het financieel wat moeilijker hebben, maar die wel graag willen zien dat hun dier door een dierenarts wordt gezien. Er is hier vandaag een team van 4 dierenartsen aanwezig om deze 30 huisdiereigenaren te woord te staan, dieren te onderzoeken, te vaccineren, te chippen indien nodig. En nog belangrijker, om ook vervolgafspraken te maken, mocht dat nodig zijn. Bijvoorbeeld sterilisatie, castratie en veel problemen met gebit dat hier toch aan de orde blijkt te zijn. Alles is tegen een heel laag tarief. Eigenlijk zijn symbolische tarieven. Als je bij de voedselbank loopt, dan is het zelfs gratis. In de opvangen zien we eigenlijk al jaren dat mensen komen met dieren waar ze niet voldoende voor kunnen zorgen. Omdat ze het geld niet hebben of omdat ze organisatievermogen niet hebben of omdat ze zelf geestelijke of andere problemen hebben. En dat wordt eigenlijk steeds erger. In de corona hebben veel mensen dieren aangeschaft. Die waren niet altijd van even goede kwaliteit. Dat klinkt zo naar om over dieren te zeggen, maar er is natuurlijk heel veel gefokt, heel veel uit het buitenland gehaald. Dus die hebben meer geestelijke problemen, meer lichamelijke problemen. En als je dan nu ook nog een financiële crisis hebt, dan wordt dat een soort perfect storm. Dus we dachten, we moeten nu echt gaan kijken, wat speelt er, wat leeft er en wat kunnen we daar eventueel in de toekomst aan doen. Ik heb dan 2 jonge kittens en die komen uit een verwaarloosd huis, zeg maar. Dus ja, het was niet helemaal zo gepland dat ik die zou hebben, maar ja, je laat ze ook niet op straat staan of weet ik het wat. Dus dan moet je ze laten helpen en dat kost best wel aardig wat. We zijn meegenomen naar de tafel en kat voor kat, één voor één eruit en nagekeken. Hart, longen, alles en ontwormd, ontvlooid, gechipt, ingeënt en het liep eigenlijk heel soepel. En daarna mochten we nog spullen uitzoeken, eten, speelgoed. Ze hebben echt van alles staan. Je merkt ook dat sommige mensen het echt wel heel moeilijk hebben om de kosten te kunnen dragen voor de zorg van hun huisdier. Ja, ze zijn eigenlijk heel blij dat wij nu hun kunnen helpen om hun diertjes na te kijken en vaccinaties te geven, ontworming te geven, ontvlooiing te geven. En daar waar ze nog meer zorg nodig hebben, ze kunnen verwijzen om andere zorg nog te krijgen. Alle grote projecten, initiatieven, die beginnen altijd met een pilot. En dat is wat we hier vandaag doen. Is er behoefte aan deze manier mensen helpen? En hoe kunnen wij dit als organisatie, zowel organisatorisch als zeker ook financieel, bolwerken om dit op grotere schaal uit te rollen? Wij kunnen dit als dierenbescherming absoluut niet alleen. We zullen ook hulp nodig hebben, bijvoorbeeld van gemeenten, om dit verder uit te rollen. Maar ongeacht of je nou wel of niet in Haarlem woont en wel of niet hier vandaag aanwezig kunt zijn, de dierenbescherming staat op heel veel manieren klaar voor huisdiereigenaren, bijvoorbeeld in de KNEL, om deze mensen advies te geven en om naar ze te luisteren en ze misschien wel de juiste richting uit te helpen.